Herkenbaar? Je weet niet wat de voorwaarden zijn om bedrijfsleiding van de belasting te kunnen aftrekken? Ik ben Melvin en in deze video vertel ik je meer over deze belastingvoorwaarden. Om de belastingkosten van de bedrijfsleiding af te kunnen trekken, moet de kleding uitsluitend geschikt zijn om tijdens werkzaamheden te gaan dragen. Een andere voorwaarde is dat er een duidelijk zichtbare kenmerk op de kleding moet zitten, zoals een logo van een bedrijf. Dit logo moet voldoen aan minimaal 70 vierkante centimeter. En het logo moet verwijzen naar het bedrijf, merk of het evenement. Het logo mag opgeflitst worden. De werkkleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek. De werkkleding is een uniform of een overall. Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving worden geassocieerd met het bedrijf of beroep, dan is de kleding een uniform. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan de werkkleding voor een politieman, militairen, stewardessen of andere hulpdiensten. Je vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking, omdat de arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan veiligheidsschoenen. Onze klanten kiezen regelmatig voor de voorwaarden van het logo dat het minimaal 70 vierkante centimeter moet zijn. Maar wat is nou 70 vierkante centimeter? In onze eigen druk- en borduurstudio voorzien we de gekozen werkkleding van jouw logo. Elk kledingstuk moet voorzien zijn van het logo van minimaal 70 vierkante centimeter. Wat houdt het inhoudelijk nou in? Dat wil zeggen het logo twee keer aanbrengen op bijvoorbeeld een polo of een t-shirt. Zeg dan op de linkerborst of op de mouw. Het kan natuurlijk ook zijn dat je één keer het logo aanbrengt op een bovenkledingstuk. Bijvoorbeeld op de rug, maar dan moet het wel een wat groter logo zijn. Aangenaam herkenbaar in de kleding van MW Bedrijfskleding.